weet niet of ik dat wel durf. Achter die deur zit dus wel de echte Sinterklaas, hè? Misschien wordt hij kwaad omdat we zomaar in zijn huis zijn binnengeslopen. Of ons niet zo'n goede hulp iets vindt. Wat dan? Dat moest er ook nog een keer bij komen. Nu niet. Geen paniek. Niemand heeft iets gehoord. We gaan terug. Oei, oei, oei. Ik dacht dat ik al een en ander hoorde. Zwarte Piet, ik denk dat jij mij een en ander uit te leggen hebt. Kom binnen allemaal. Ja, kom maar binnen, kom. Ja. Wel, Zwarte Piet, ik luister. Ja, Sinterklaas, het zit eigenlijk zo. Voor uw verjaardag. Oh, ja, ja. Op de 6 december, Sinterklaas. Ja, juist. Dan is het toch altijd een beetje druk. Zo veel taken controleren, weerbericht in de gaten houden, brieven lezen, cadeautjes. Dus ik dacht zo, ik zei tegen mezelf, zo, zeg, Zwarte Piet. Zou het niet handig zijn om een paar extra hulppieten in dienst te hebben? Oh, Zwarte Piet, goed idee. En waar dacht je die dan allemaal te gaan vinden? Oh, goed dat je vraagt, hè, Zwarte Piet. Goeie vraag. Ik denk, in onze tuin staat een tent met daarin 3 grote, stoere, dappere kinderen. Marie, Seppe en Flor. Hoe kent u onze namen, Sinterklaas? Lieve Marie, Sinterklaas weet toch alles? Echt alles? En dus Sinterklaas heb ik ze perfect opgeleid tot echte, perfecte hulppieten. Ja, we hebben alles gedaan. Hè. Door schouwen, klauteren, brieven gelezen. We hebben cadeautjes ingepakt. Over de daken lopen. Ja, ja, ja. Ik weet het allemaal, Zwarte Piet. En ik heb gezien dat ze dat schitterend gedaan hebben. Dank je, Sinterklaas. En daarom heb ik besloten... Piet, ja. Daarom heb ik besloten om jonge dame Marie... Proficiat, jonge dame. Jonge heer Seppe. Goed man, zeer goed. En jonge heer Floor te benoemen... Tot Hulp Piet, eerste klasse. Proficiat, collega's. Dus jongelui, vanavond vroeg in bed. Want ik verwacht jullie morgen vroeg hier om mij, Zwarte Piet, te komen helpen om alles in gereedheid te brengen voor mijn verjaardag. Afgesproken? Afgesproken, Sinterklaas. Ah, zo hoor ik het graag. Oh, maar dan denk ik dat het nu hoog tijd is omdat jullie terug naar de tuin gaan. Want ik denk dat er wel iemand heel erg ongeduldig aan het worden is. Juist, mama! 63 gemiste oproepen! 64! Ja, mama, we komen eraan. Ik zal je straks alles uitleggen. We hadden toch afgesproken dat jullie vandaag naar huis zouden komen. Oh, ik was kweeni ongerust. Maar mama, je weet toch dat je niet ongerust moet zijn? Ik heb heel goed op die 2 snotdappen gelet, hoor. Ela, Ela. Maar dat is wel waar, Michel. Dat is echt super plezant en Marie heeft echt haar best gedaan. Oh, ik ben blij dat te horen. En zie je wel, Florke, ik had toch gezegd dat het plezant zou worden met de zus? Ik zeg het niet graag, maar ik had volledig gelijk. Zullen we dan nu maar vertrekken? Want ik wil morgen vroeg... Ja, het wordt een drukke dag, hè, jongen. Maar je hebt gelijk, want ik ga hier niet te lang blijven. Anders ga ik last krijgen van mijn hooikoorts. Oh, ik voel het nu al opkomen. Oh, snel. Kom, we gaan naar huis. Oh, zeg, en je hebt toch iedere dag een proper onderbroekje aangedaan, hè? En niet te veel gesnoept. Je weet, fruit is gezond. Is al het fruit op, trouwens? Nou ja, dat zal wel waarschijnlijk, want... Ah.